Wil gaat over twee Antwerpse politieagenten die proberen te overleven in de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk heel heftige keuzes moeten maken die het lot heel erg zullen bepalen. Ja, die wisten echt niet wat de volgende dag zou brengen. En ik ben er vrij van overtuigd dat als de film uiteindelijk uitkomt, dat mensen dat gaan voelen. Die onschuld die helemaal op flarden wordt geschoten door de omstandigheden. Het gaat voor mij vooral over kant kiezen in een oorlog en dat het niet zomaar zwart-wit is, dat er ook een grijze zone bestaat om te overleven. Als je doet wat je moet doen om te overleven, kun je dan een goede mens zijn. Toen ik het scenario de eerste keer las, was ik echt op het einde er niet goed van. Maar daarom ook heel goed. Kat, dank u.